not smoking at this airport. Σκεπόλες μου. Σκεπόλες χρούτ. Kijk, zoveel plains. In Suriname krijgen we een heel jaar niet zoveel op zanderij. En kijk, ze hebben overal vloerbedekking. Je kan erop dansen. En wat is dat? Kijk, is een platte roltrap. Kom, kom. Wacht nu. Nee, Schiphol is geweldig. Echt, Schiphol is fantastisch. Wat ze ons niet hebben gezegd, is dat jullie hier ook honden hebben. En volgens mij geven ze die beesten niet te vreten. En wij Surinamers reizen altijd met veel eten. Want je moet altijd wel garnalen voor de ene opmerengen of rotis voor een andere tand of pom voor weet ik veel wie. Dus zodra die deuren van het vliegtuig opengaan, komen al die geuren van al die kruiden naar buiten. En die honden worden helemaal gek. Dus ik kom rustig aangelopen. Ik weet niet als het aan die rijsttafel van me lag. Plus zie ik in de verte een hond op me afkomen. Ik dacht, huf, 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 kom. Kom, kom. Dus ik kwam in die huis en kom hier. Hij doet het nooit meer. Wat is dat, verdorie? Hoe bedoelt u? Wat deed je met die hond? Ik heb hem geschopt, heb je niet gezien. Ja, maar dat doen we hier niet, dat doen we hier niet. Ik zei, oh, jullie doen dat hier niet. Wel, luister nog. In Suriname hebben we één ding geleerd. Als een hond op je komt afgerend, komt hij niet om te spelen. Hij komt om te beteren, dus je moet hem trappen voor hij die kans krijgt. Ja, maar dat doen we hier niet, dat doen we hier niet. Ik zeg wel, sorry. Ik wist dat jullie zo met jullie honden hier omgingen. Is niet zomaar eens een hond, een hond. Nou, mee komen jij, verdorie. Dus ik door heel Schiphol. Die mensen moesten denken dat ik asiel had aangevraagd of zo. Ze kwam daar weer zo'n kamertje. Twee marechaussées voor me. Hé, die wil aangeven. Huh? Het u wat aan te geven. Ik heb een hand geschopt, sorry. Nee, dat bedoel ik niet. In bagage, in bagage. Oh, mijn bagage. Ik heb niets aan te komen, ik heb niets mee te brengen, ik heb niets aan te geven, ik heb niets meegebracht. Nou, we willen even kijken. Als je toch gaat kijken, dan waarom vraag je me eerst als ik iets heb aan te geven? Laten zien. Maar laat me los, want zo kan ik niet werken. Nou, vooruit dan maar. Dat zou je laten zien. Doe dat of Schiphol van je vader is. Ik zeg, kijk, dit is een jogo. Een liter Surinaams bier. Parbo bier. Lekkerste bier. Oh, jullie hebben hier ook bier. Wel, van ons is beter. Dit is Borgo. Kijk u maar, Surinaamse rum, bruine rum, de lekkerste rum. Nee, ik ben geen alcoholist. Ik ben een liefhebber. Dit, even kijken, dit is pindasambal. Hiermee maken wij pindasaus, satésaus, ja. Wat zegt hij? Water in een potje pindakaas. Zeg, het verderje op, man. Nee hoor, wij maken het echte ding. Zo doen we het. Water in een potje pindakaas. Dit. Oh, dit is, kijk, dit is hot sauce. Gemalen peper. Hot sauce. Nee, geen sambal. Hot sauce.
Je wil het proberen. Je gaat je bek branden, wacht maar. En dit... Dit weet ik niet precies. Dit heb ik van mijn zwager gehad om voor zijn broer te brengen. Ja, maar die man is familie, ik kan hem toch niet weigeren? Ik ga het niet openmaken, u kent hem niet, hij is halve crimineel. Waarom mag ik niet door? Wel, ik ga het openmaken, maar het is uw risico. Ik weet echt niet wat het is, hoor. Mijn God, meneer!